De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke handicap. Ze organiseert vakanties, uitstapjes naar een park of strand en andere activiteiten. De organisatie heeft het maar moeilijk met de coronamaatregelen. De afdeling Schijndel worstelt al weken met het probleem. Er zijn veel mensen die nu alleen zijn, die niet bezocht mogen worden door hun kleinkinderen en dergelijke. Die mensen zijn veel gebonden aan tv, zien veel onheilspellende berichten en daar worden ze angstig van. Daarnaast overlijden er vrienden. Ze kunnen niet bij de uitvaart zijn. Ze leven in een hele andere wereld. Een onnatuurlijke wereld voor hun, denk ik. En dat geeft angst en die angst gaat steeds dieper. We hebben ongeveer rond 40 vrijwilligers. Wat we gaan doen is onze vrijwilligers vragen om extra bezoeken te gaan plannen. Kijken of dat ze ook meerdere deelnemers kunnen bezoeken. Maar wij hebben eigenlijk de behoefte aan nog eigenlijk zo'nzelfde aantal om al onze deelnemers op regelmatige basis een bezoekje te kunnen brengen. En ze zo uit die eenzaamheid te houden die er heel veel heerst op het ogenblik.